Waarom zijn er na 9 uur 's avonds nog zoveel lampen aan in kantoren en langs de snelwegen, terwijl iedereen vanwege de avondklok thuis moet zijn? Nou, inderdaad, dat viel mij ook op. Kijk, dit zag ik toen ik afgelopen nacht helemaal alleen op de snelweg reed. Bijzonder beeld op zich ook. Ja, met mijn ontheffing. Ja, vond ik inderdaad ook best wel bijzonder met mijn ontheffing, omdat ik laat moest werken. Geen auto te bekennen, maar wel alle lampen aan. Ja, ook Natuur- en Milieufederatie Nederland maakt zich hier druk over. In Amsterdam is verslaggever Annemarie Landman. Veel licht zie ik daar om jou heen, Annemarie. Waarom gaat dat om 9 uur nou niet allemaal uit? Ja, je zei het al, ontzettend veel licht om me heen. En met name natuurlijk die snelweg. We zagen het ook al even op jouw filmpje, Robbie. Dat is hier dus niet anders. En dat is vrijwel overal zo. Nou ja, waarom inderdaad? Dat hebben we gevraagd aan Rijkswaterstaat. En zij zeggen van ja, er zijn nou eenmaal heel veel mensen met zo'n cruciaal beroep die ook na 9 uur gewoon de weg op moeten. En wat te denken van de hulpdiensten bijvoorbeeld. Ja, voor hen is het niet veilig op het moment dat al die lichten uit zullen gaan. Nou ja, daar is niet iedereen het mee eens. Natuur- en Milieufederatie Nederland, die denken dat het toch echt wel anders kan. Ja, normaal gesproken, zonder lockdown kan er al ontzettend veel verlichting uit en verspillen we al heel veel licht in Nederland. Maar nu met die lockdown, ja, dan kunnen we vanaf 9 uur gewoon de lichten in die bedrijven uitdoen. De lichten waar bedrijven mee verlicht worden van buitenaf, monumentverlichting, sfeerverlichting, maar ook verlichten van snelwegen, dat kan gewoon nu uit. Toch is dit, avondklok of niet, dus het beeld. En niet alleen wegen zijn verlicht, ook de sfeerverlichting blijft aan. Net als de etalages van veel winkels. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele kantoren die, ondanks dat er niemand mag komen, gewoon verlicht zijn. Ja, er zijn nog steeds gebouwen waar het nog wel het licht brandt. Met name ook bedrijfsverzamelgebouwen, dus waar meerdere bedrijven een kantoor hebben. Daar is het ook een stuk ingewikkelder. De wensen liggen uiteen. Je hebt met verschillende partijen te maken. De een werkt misschien 's nachts door, de ander niet. Dus er is veel afstemming nodig en dat vraagt gewoon ook wat tijd. Maar al die nodeloze verlichting kost flink wat geld. Door bedrijfsverlichting 's nachts onnodig aan te laten staan, wordt er ruim 10 miljoen kilowattuur aan stroom op weekbasis verbruikt. Dat staat gelijk aan wat 150.000 huishoudens op weekbasis aan stroom gebruiken. En dat staat dus los van alle verlichting op wegen. Doe je ook hier de lampen uit, dan is de besparing gigantisch. Toch stelt Rijkswaterstaat dat de wegen wel verlicht moeten blijven. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ze hebben zelf onderzocht dat als er weinig auto's over de snelweg gaan, dat het voor de verkeersveiligheid niet uitmaakt. Dat je de lichten gewoon uit kunt doen. Dat gaat om rond de 100 auto's per uur. Nou, dat is in deze tijd is dat natuurlijk minder. Maar ik kan ze wel een beetje begrijpen, want als ze dat handmatig allemaal aan en uit moeten doen, kost dat hen geld en kost dat hen arbeidskracht. Ik denk dat dat ook een overweging is om het voor hen dan niet te doen. Rijkswaterstaat laat ons in een reactie weten dat op de heel rustige trajecten de lichten 's nachts al uit zijn. En dat het inderdaad niet haalbaar is om op zeer korte termijn de rest van de verlichting aan te passen.